Avaya, hoe vaak heb jij zaterdagavond nog teruggedacht aan het ene moment vlak voor tijd? Vaak. Ik denk dat dit het eerste wat in mijn hoofd opkwam, dat het met de Vreef was. En ja, hij gaat op de lat. Ja, wat ik zeg, donderdag is alweer de volgende wedstrijd, dat is best snel. Dus we hebben even geëvalueerd, even nagesproken. En ja, vandaag zijn we ook weer gewoon verder met AZ gegaan. Ja, is het dan ook fijn dat AZ zo snel na Volendam komt? Ja, donderdag, zaterdag, zondag, dat maakt niet zoveel uit. Maar je hebt zeg maar, de volgende week heb je gewoon weer een nieuwe wedstrijd waar je weer jezelf kan laten zien als team en als individu. En dat is het mooie van voetbal, zeg maar. Ja, je loopt al een tijdje mee hier natuurlijk, dus dan weet je denk ik ook wel dat AZ een tegenstander is waar Heracles nog nooit van heeft gewonnen in Alkmaar dan. Ja, hoe ga je daar dan naartoe? Maar ik denk gewoon als elke wedstrijd, ik denk dat we ook hebben laten zien dat we geen makkelijke ploeg zijn om tegen te voetballen. En wat ik zeg, we bereiden ons gewoon goed voor. Wat wel een iets kortere voorbereiding, maar dat komt goed. En ja, met beelden en tactische trainingen en vandaag weer op het veld. En ja, gewoon goed met elkaar praten over wat we beter kunnen doen van de vorige wedstrijd. En zo benaderen we gewoon AZ. Ja, AZ dit jaar alles nog gewonnen. Is het dan misschien ook wel een beetje hetzelfde soort wedstrijd wat je bij Ajax uit kunt verwachten? Waar jullie dan vertrouwen uit kunnen halen? Jawel, jawel. Zeker wel. Wat ik net al zei, we zijn geen makkelijke ploeg, weet ik, om tegen te voetballen. Hebben we tegen Ajax ook al laten zien. En ik denk dat wij het gewoon AZ gewoon heel lastig gaan maken. En ja, de bal is rond. Ik zeg niet dat het onmogelijk is. De statistieken zeggen misschien wel wel. Maar ik heb er wel volste vertrouwen in dat we daar een moeilijk avondje gaan maken. En dat we hopelijk wat puntjes gaan snoepen daar. En nog even naar jou persoonlijk kijken. Je bent bezig aan een goed seizoen. Jawel, zeker. Ik heb het ook vaak aangegeven, we zijn pas 5 wedstrijden onderweg. Maar tot nu toe zit ik lekker in mijn vel. Speel redelijk aardige wedstrijden. Maar ik denk dat ik hier geen genoegen mee moet nemen. En dat ik gewoon nog het hele seizoen door moet knallen. En ook nog zeker moet verbeteren aan bepaalde dingen. En deze lijn gewoon doortrekken. Ja, ik denk dat het ritme ook wel fijn is. Want ik zal nog even kijken naar je speelminuten. Je hebt nu al bijna op de helft van de speelminuten ten opzichte van vorig seizoen. Ja, dat ritme moet toch wel zijn voor de voetballer. Dat je ja, elke zeker. Week speelt. Zeker, zeker. Dat geeft ook vertrouwen. En dat is als speler gewoon lekker dat je tot nu toe gewoon vaste waarde bent. En dat moet je ook elke week laten zien. Dat heb je ook gemerkt. Dat hebben de trainer ook gezegd. We hebben genoeg jongens die aan de deur kloppen. Dus het is aan mij gewoon om te laten zien dat ik gewoon elk weekend hoor te spelen. Ja, even het resultaat van zondag losgelaten. Zie je dat de groep elke week weer stappen maakt? Zeker, zeker. Als je kijkt, of in ieder geval als ik kijk dan naar voorbereiding en ook begin van de competitie en nu, dan zie je dat dingen steeds meer vorm krijgen. Dat we dingen leren, dat we in nieuwe situaties komen waar we ook weer uit leren. En ik denk dat gewoon belangrijk is voor deze groep. Best wel een jonge groep, natuurlijk wel wat oudere spelers, maar ook wat jonge spelers. En ik denk dat het gewoon goed is dat we van de foutjes of dingen die misgaan snel leren en dat niet meer terugkomt. En eindelijk dat er gewoon een goed team staat. Dankjewel. Overmorgen.